kostprijs. Ach, kijk maar even naar de sport, wielrennen, voetbal, tennis, skiën. Het fenomeen sponsorship is niet meer weg te denken in onze samenleving. En als we uitrekenen wat een uur ontspanning op televisie kost in gelijk welk tv-station, neem maar de BRT of een Nederlandse Zuil, en we vergelijken die investering voor het uiteindelijk potentieel aan kijkers met het aantal toeschouwers voor dit songfestival, dan heb ik zo het idee dat er in verhouding weinig of geen verschil is. En natuurlijk wordt elk jaar opnieuw de Eurosong-competitie in vraag gesteld. Maar wat is het alternatief? Er wordt gezocht naar een nieuwe formule. Maar die moet het dan wel even goed doen, zo niet nog beter, als deze. En tot nu toe is er nog niks uit de bus gekomen. Iedereen zal zo wel zijn bedenkingen hebben, maar ik zie dat u toch weer zit te kijken, dus... Zo dadelijk wordt het programma ingeleid door Victor Laszlo. Zij is de presentatrice, ze is 25 jaar jong en woonde lange tijd in Mol. Daarna verhuisde ze naar Brussel. Ze werd ontdekt door Lou de Prijk van de Hollywood Bananas. Victor Laszlo zal wel geen Nederlands praten, alhoewel ik vermoed dat ze dat kan. Misschien zegt ze wel goeie avond in onze taal. En ze beperkt zich tot de twee Eurovisietalen, Engels en Frans. Zij aanvaarde deze opdracht op voorwaarde dat ze haar nieuwste single mocht promoten. En waarom niet? U hoort zo meteen het liedje Breathless, als we Waterloo achter de rug hebben. Dan komen wij met een vliegtuig van onze nationale maatschappij, zo stilletjes aan in de buurt van de Heizel. We hebben dat woordje de laatste tijd erg angstvallig vermeden. Wij spreken van Paleis 7, van de Eeuwfeestpaleizen. Tussen de 22 liedjes door en tussen haakjes, dit is het festival met het hoogst aantal deelnemers in de geschiedenis. Het gemiddeld schommelt rond 1920. Het minste aantal deelnemers was de eerste uitgave in 1956. Toen waren er 7 landen, maar die vertolkten dan wel elk 2 liedjes. En nu zitten we dus met 22 landen. We hebben opnieuw aansluiting gekregen van Italië. Die deden vorig jaar niet mee, nu weer wel. Waarom? Ik weet het eigenlijk niet. En tussen die 22 liedjes door krijgt u een prentkaart van België. Hoofdzakelijk van Wallonië en Brussel. En er zijn 5 Vlaamse interventies, gelukkig maar. Maar het gaat allemaal erg flitsend, heel snel. Mijn collega's, commentatoren uit andere landen zijn niet zo gelukkig. Ze vinden het een beetje te fel toeristisch gepromoot. Ze kunnen nog weinig commentaar kwijt. En hier komt ze dan binnen, uw gastvrouw van vanavond... Victor Laszlo. Children.
Adembenemend. Mooi is het toch wel. Breathless, ademloos. Victor Laszlo. Ze is de enige Belgische artieste vanavond op het podium die niet gekleed is door een Belgisch modeontwerper. Ze kwam mooi in close-up en dat zult u vanavond veel zien. Madame, mesdames et messieurs, bonsoir. Goedenavond, dames en heren. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening and welcome. Bienvenue à cette soirée exceptionnelle en direct de Bruxelles, Belgique. It is my pleasure to be your host tonight. C'est un immense honneur de vous accueillir ici ce soir, un honneur que nous devons à une toute jeune et charmante personne qui l'année dernière remportait la victoire tant convoitée, mademoiselle Sandra Kim. Victor Laszlo begroette daarnet prinses Paula en prins Albert die hier het Koninklijk Hof vertegenwoordigen en ze vertelt dat wij dit te danken hebben deze organisatie aan Sandra Kim. J'espère que cette soirée restera longtemps gravée dans votre mémoire, non seulement en raison du fabuleux concours qui se prépare, mais également parce que c'est aujourd'hui que l'Europe fête ses 30 ans d'existence. Alors souhaitons-lui un très heureux anniversaire. Happy birthday to Europe and best wishes for the future. Ja, en het is niet alleen een avond die lang in ons geheugen zal blijven omwille van het 32e Songfestival, maar ook omwille van de 30e verjaardag van Do de Europese gemeenschap. How many of you are watching this show tonight? How many of you are going to meet 22 rising stars? Mesdames et messieurs, vous êtes quelques 500 millions de téléspectateurs qui allez avoir la joie, durant 3 heures, d'écouter 22 jeunes artistes qui partagent une même passion, la chanson. Vous ferez leur connaissance selon un ordre de passage déterminé par un tirage au sort. I would love to tell you more about these courageous young people you're going to meet because we've had the pleasure to assist their rehearsals. Nous avons eu le plaisir de suivre les répétitions de ces 22 équipes et nous pouvons d'ores et déjà vous assurer qu'ils font preuve d'un grand professionnalisme. Ils recherchent la perfection nécessaire à créer cet instant magique que nous allons vivre de tout cœur avec eux en votre compagnie, mesdames et messieurs. Et pour les accompagner tout au long de cette soirée, le grand orchestre de la RTBF sous la direction de Jo Carlier. Het grote orkest van de RTBF, 58 personen sterk, geleid door Jo Carlier, al 30 jaar de vaste dirigent. Maar het orkest zit boordevol Vlamingen. Willy Albi Morrissen met zijn combo, de violen zijn Vlamingen. En ze vertelde ook nog daarnet dat ze de 22 artiesten het allerbeste toewenst. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le concours Eurovision de la chanson 1987 est ouvert. Ja, dat zijn de zenuwen die meespelen. Ziezo, zij opent het festival officieel. Chaque candidat nous amènera à la découverte de la Belgique à travers une de ses spécialités les plus fameuses, la bande dessinée. Je vous invite à suivre la première candidate, Kate, qui nous vient de Norvège. En daarmee gaan we naar de eerste kandidaten toe, Kate uit Noorwegen. Ondertussen nog even vlug zeggen dat Victor Laszlo vertelde dat er ook meer dan 500 miljoen mensen meekijken. U krijgt zo telkens een beeld te zien. Dit is Brussel met het stadhuis, het Koninklijk Paleis, even, de gebouwen van de Europese gemeenschap, metroschilderijen van onder meer Rongier Somville, Mannekepis natuurlijk, Sandra Kim die ook een nationaal monument geworden is. En straks is de eerste stripfiguur Kuifke, want elke artiest komt kennis maken met een Belgische stripfiguur. Ik vertel u graag dat Kate het liedje zingt met lief, heel mijn leven, het hangt er vanaf wat ik er zelf wil van maken. Ik bepaal zelf mijn toekomst. Kate heeft haar eerste LP opgenomen in Los Angeles. Heeft al een internationale carrière. In 85 won ze een prijs in Egypte. In 86 in Tokio. En ze won ook het festival van Oslo. Componist en de tekstdichter Rolf Lofland en Hanne Krog. Hanne Krog is een van de twee meisjes van de Bobby Sox die schreef. La vie de Kate se résume en voyage pour le plus grand bonheur de la chanson norvégienne. Du festival pop d'Oslo, en passant par celui du Caire, elle remporte finalement la victoire à Tokyo en 1986. Her first album, recorded in Los Angeles, was released in all Europe and Japan. In other words, an international life. That's her life, that's Mitt Liv. And the conductor is Terje Fjern.
Noorwegen dus als eerste aan de beurt. De Nooren wonnen in 85 met de Bobby Sox en Let That Swing. Vad har jag att se? Kan jag våga och gå fram? Tör jag möta den? Har jag nog att ge? Jag må gripa chansen om, men kan jag stole på mig själv? Jag vill gå min egen väg och jag tör och se. Det är mig det gäller nå och nu ska jag stole på mig själv. De spits is afgebeten. Kate, de kandidaten voor Noorwegen met het liedje Met Lief. En dan krijgen we nu Israël. Israël wordt vertegenwoordigd door Detmer en Kushnir. Ze zijn beide acteur-zanger. Misschien een tikkeltje meer acteur. En ondertussen bezoeken we enkele markten in Brussel. De antiekmarkt, de vroegmarkt. We gaan naar de beurs, we gaan naar de universiteit, naar de Galerie Saint-Hubert. En straks zien we Kwik en Flipke als stripfiguren. Dit liedje van Israël, dat is Drop of the Ronder. Daar ben je voor of daar ben je tegen. Het is een tekst die eigenlijk weinig zegt. Van 's morgens tot 's avonds doen we niks. We zingen alleen het refrein. Hoepla, hoele, hoele. Zoiets als Ingele Dingele bij ons in de tijd. Israël won twee keer. In 78 met Abba Nabi. En in het jaar nadien ook. In Jeruzalem zelf met Halleluja. Detmer is 31 jaar. Is 6 jaar getrouwd, heeft geen kinderen. Kushnir is 26 jaar, is maar 2 weken getrouwd en heeft ook nog geen kinderen. De tekstdichter en de componist is Zohar Laskov, geboren in Rusland, maar in 60 naar Israël geëmigreerd. Voici de Guéluron qui, à la manière des acteurs troubadours, sème la joie et le rire partout où il passe. Leur chanson Hoopa Hoole des Fainéants est en quelque sorte un hymne à Épicure. Detmer and Kushnir, a joyful association of two actors representing Israel with the song Shir Habat Lanim. And the conductor is Kobi Oshrat. Detmer en Kushnir met een refreintje voor de nietsdoeners, Israël. Mm-hmm. 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 No,
כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, הדריסים זאת מסתירים פותח הדריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים הציפורים יורדות להציצים של המרפסת ומפזמות איתי את שיר הבטלנים הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה פה הופה הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה פה בשעות הצהריים שולח את הכלב עם סל עשוי מקש לקנות לי מפרחים כשהוא חוזר אני מכין לשנינו צהריים כי הציפורים אכלו את כל הגרעינים פתאום אני שומע יש צלצול דופקים בדלת פותח את הדלת נכנסת השכנה שואלת בניבוס שאם זה לא יפריע היא תפזם איתי את הפגש שלי הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה 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 הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הופה אחר הצהריים יוצא לי עם הכלם לשאוף קצת אוויר בפארק מחוץ לעיר הציפורים עפות מאושרות אל השמיים אני נשכב על הספסל חושב על החיים אני חי לי במציאות כל כך נהדר שוחה במערבורת של ים בלי דאגות לא מבין איך אפשר לחיות היום אחרת ונרדם עייף ברוב המחשבות הופה! הירח כבר עולה, הנה מגיע לילה רוצה לראות ירח, התריסים קצת מסתירים פותח התריסים ולא רואה ירח כי את ירח מסתירות שורות של בניינים הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה 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 הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה 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 הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה Wat vindt u ervan? Dibner en Kouchnier. Het kleinste kind zal dit kunnen meezingen. Maar je weet maar nooit met zo'n jury. Ondertussen ziet u een beeld van de 1300 genodigden. Afvaardigingen van de regering, van de sponsors. En we blijven nog alsmaar in Brussel met een bezoek aan de Muntschouwburg, aan het Ballet van de 20e eeuw. Straks gaan we even het Museum voor Schone Kunsten binnen. We gaan even met de paarden door het Terkamerbos. En het tekenfilmpje dat u straks te zien krijgt of een fragment eruit is De Kat van Philippe Geluck. En dit terwijl wij u Gary Lux gaan voorstellen, de Oostenrijkse zanger. Hij is 6 jaar gehuwd, maar hij doet momenteel zijn legerdienst. Eigenlijk doet hij burgersdienst in een bejaardentehuis, maar die heeft hij mogen onderbreken om voor het Songfestival naar Brussel te komen. Zijn vrouw Marianne is zijn beste public relations manager. Hij was iets te tenger om te voetballen en ging dan maar tennissen naar tonen. En hij ging dan maar tennissen. Hij deed al eens mee aan het Songfestival in 85 met Kinderdiezenveld in Göteborg. Toen werd hij 8e. Nur noch Gefühl heet het liedje. Voor ons is er enkel nog het sentiment, het gevoel. Als een kind zal ik je koesteren zoveel je maar wil. Gary Lux was born in Kingston, Canada. He was raised in Vienna, where he studied piano and communication engineering. En 1985, Gary Lux représentait déjà son pays, l'Autriche, à Göteborg. Le voilà version 87, avec une chanson pleine de sentiments. Nur noch Gefühl. Le chef d'orchestre est Richard Oesterreicher. Gary Lux is geboren in Kingston in Canada, maar groeide op in Wenen waar hij klassieke piano volgde. Halt dich fest an mir, wenn du den Mund
zärtlich sein, dass du nicht fehlst. Du bist wie ein Kind, das ich behüten will. Was mit uns beginnt, ist nur noch Gefühl. Auch du hast das Feuer oft berührt, bist dran verbrannt, hast dich nur darin verirrt. Unser Feuer brennt langsam und still, denn es gibt für uns nur noch Gefühl. Und nie mehr diese Leere spüren, nur noch Gefühl. Und nie mehr diese Liebe auf Zeit, in Einsamkeit, nur noch Gefühl. Gary Lux voor Oostenrijk, nur noch Gefühl. Oostenrijk won één keer, dat is lang geleden, in 1966, met Udo Jurgens en Merci Chérie. Of deze Gary Lux Udo Jurgens kan nakomen, ik betwijfel het. En dan krijgen we nu IJsland. En dit is een eerste filmpje uit Vlaanderen, met beelden van Oostende, de zee. En ondertussen introduceer ik Halla Margrét. Dat is de zangeres voor IJsland. 23 jaar, niet zo erg sympathiek als je ze hier ziet rondlopen. Maar misschien komt dat ook een beetje uit onzekerheid, want ze staat nog maar aan het begin van haar carrière. Dit is haar eerste optreden in het buitenland. Ze begon haar loopbaan in een lyceumkoor. Ze werkte op een bureau in een taxibedrijf als telefoniste en droomde ervan om later taxichauffeur te worden. Nu zit ze dus in de showbusiness. Het liedje dat ze zingt heet Hagdol Jot en dat betekent nog eens heel zacht. Wij laten ons steeds opnieuw meevoeren door het ritme van de nacht. En kijk, Nero van Marxleen begroet Halla Margrét de IJslandse. Depuis sa plus tendre enfance, elle aime chanter passionnément. Elle a 23 ans et pour la première fois de sa vie, elle chante en public. Je n'en dirai pas plus. Laissons le rêve de l'Islandaise Halla Margrét s'accomplir tout doucement. Halla Margrét appears for the first time on stage with the song Hakt og Jot. And the conductor is Hjalmar Ragnarsson. Vorig jaar deed IJsland voor de eerste keer mee, dat was in Bergen. En toen behaalden ze een 16e plaats op 20 deelnemers. Fyrir ut
Kristins lósin lokað ljón. Heel rustig. Komt goed over hier bij het publiek in de zaal. In het blauw. Veel blauw in dit decor en ook in de kleding. Dit was Hartoljot door de zangeres Halla Magrit. En dan is het nu de beurt aan ons land, België. Lilian Saint-Pierre. Zij heeft een allerbeste verstandhouding met haar muzikanten. Jan Houtekiet, Firmijn Timmermans, Jean Veit, Chris Peters. En met haar tekstdichter, componist, Jury Spies en Mark de Koen. Mark de Koen die trouwens haar manager is. En ik moet zeggen, de Belgische ploeg heeft zich hier voortreffelijk gemanifesteerd. Ondertussen uiteraard beelden van Vlaanderen, hoe kan het anders? Brugge daarnet met de bloedprocessie, Gent met Vlaanders Technologie, het Lam Gods, Festival van Vlaanderen. En straks Wolly en Billy als stripfiguren. Ik vertelde dat Mark de Koen dat voor Lilian erg knap gedaan heeft. Er is ook heel wat te doen geweest om haar jurk. Die werd ontworpen door Charles Dorfuy, een Belgisch modeontwerper met heel veel liefde voor warme kleuren. Maar Lilian koos voor zwart, dat sloot het best aan bij de sfeer van dit liedje. Zij wou een broekpak, maar Dorfuy wou een jurk. En hoe hij dat heeft opgelost, dat kunt u zo meteen zien. En wie verwelkomt, Lilian, hier ziet u hem. Polly en Billy. Toi, 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 Lilian. Lilian Saint-Pierre est l'auteur de sa chanson. Soldiers of Love est sinon un hymne à la paix, une invitation à l'amour. This year's Belgium contestant, Lilian Saint-Pierre, faces the daunting task of trying to secure a second consecutive victory for Belgium. But this is a challenge she welcomes with enthusiasm. So let's give her a warm welcome, and to the conductor, Freddie Sunder as well. Dit is Freddie Sunder, die viert dit jaar zijn 40-jarige carrière. Lilian Saint-Pierre, Soldiers of Love. Een nieuwe dag, een nieuw schandaal. We zien geweld op het journaal. Schuldig, maar drinken op z'n lokkie een wijn. Je vraagt je voortdurend af waarmee we bezig zijn. De verjaagd om eenigheid, reinigt je ziel, begraaft de strijd. Gewoon beginnen wij.
had een droom waarin ik zag de hele wereld met een vlag waarop een grote wezen staat. Wij willen vrede en geen haat. United we stand, together we will fall. Leg alle wapens neer, geen oorlog meer. Soldiers of love. Geweldig. Ik heb het haar, ik weet niet hoeveel keren zien zingen. Destijds in Eurosong, nu hier tijdens de repetities. Maar dit was de allerbeste keer. Ze heeft zich helemaal gegeven. Echt waar, volgens mij eindigt ze hoog. Lilian Saint-Pierre voor Ons Land. Het zweet staat in mijn handen. De uwe ook, neem ik aan. Dan gaan we nu even naar Antwerpen. En Antwerpen... De stad van de diamant van Rubens, de haven, de dierentuin, Plantijn Moretus en straks Willy van der Steen met Suske en Wiske. We krijgen nu de Zweedse inzending. Die wordt gezongen door Lotta Engberg. Een jonge dame die het probeert te doen zoals Sandy Shaw op blote voeten. Het ziet er nogal vrolijk uit bij de Zweden. Het is in Calypso-sfeer. Lotta Engberg is 23 jaar en ze heeft een dochtertje van 2 weken oud. Ze volgde zelf muzieklessen vanaf haar 6e jaar. En ze is ook muzieklerares geweest een lange tijd. Zij zegt, ik ga dit jaar winnen. Want ABBA won met Waterloo, de Harry's met Diggeloo en ik zing dit jaar Boogaloo. Nou ja, het is logica. Lotta Engberg is familiar with the Eurovision Song Contest for being one of the background singers with the band Herres when Sweden won in Luxembourg. That's where she met her husband, and do you know, they just had a beautiful baby. Lotta Engberg nous entraîne dans un exotique boogaloo sous la direction de Kurt Erik Holmquist. En haar babytje heeft ze inderdaad meegebracht naar hier, samen met haar man, want die is uiteraard haar manager. Du som tycker din dag är grå, jorden snurrar sitt varv ändå. Bryr sig inte så mycket om vem som gick och kom. Snart så skiner en sol igen på en blommande äng. Varma vindar från länge sen spelar upp en refräng. Spelar upp vår refräng. Kalundan tar upp en
helemaal in zomerse vakantiestemming. De Zweedse delegatie met de 23-jarige Lotta Engberg op blote voeten. Sandy Shaw achterna. Het liedje ligt natuurlijk wel makkelijk in het gehoor. De Italianen hebben een minder makkelijk in het gehoor liggend liedje, maar wel ook een tikkeltje mooier. Het heet Gente di Mare, Mensen van de Zee. En het wordt gezongen door Umberto Tozzi en Raf. En kijk, ondertussen brengen we een bezoek aan Limburg. Bokrijk mag natuurlijk niet ontbreken in deze beelden. En ook de fabricatie van de compactdisc, de omloop van Zolder. En dan de actie van het ministerie van Cultuur Vlaanderen Leeft, waarvoor we aandacht vragen. De Limburgse gastvrijheid, pretparken, het fruit. De stripfiguur Leonard, Turk van Turk en de Groot ziet u straks op het einde. Voor Umberto Tozzi, die wij allemaal kennen van zijn gigantisch succes Ti Amo. Ik vroeg eigenlijk net aan mijn Italiaanse collega Rosanna waarom de Italianen er vorig jaar niet bij waren. Wel, zegt zij, wij zijn nogal erg nationalistisch ingesteld. En als we een paar jaar niet gewonnen hebben, dan komen we niet meer. Dan houden we ons liever op het festival van Sanremo, want dat winnen we elk jaar. Natuurlijk, want daar mogen alleen maar Italianen aan deelnemen. Kledij, daar geven ze niet om, deze twee Italianen. Zij zijn een uitzondering op de regel. Umberto Tozzi en Raf are two of the most successful singers in Italy. Everyone remembers Tozzi's hits Ti Amo, Gloria, and Raf's Self-Control that made them international stars. Tozzi et Raf, une nouvelle association de talents pour le plus grand bonheur de l'Italie, et une chanson, Gente di Mare, pour notre plaisir à tous. Le chef d'orchestre est Gianfranco Lombardi. Raf had destijds ook een hit in 84 met Self-Control. En deze dirigent is de producer ook van Angela Branduardi. Italië dus. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne infreddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa. Torna dopo un giorno, muore per la voglia di andare via. E quando ci fermiamo sulla riva, gente, e sguarda l'orizzonte se ne va. Gente, tanto ci pensiamo alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Ik vind het wel een mooie song. Staat bij mij
bij de eerste vijf, Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf. Bij ons moet het liedje het doen en niet onze kledij, is hun visie. En toch ook nog juist ook. We blijven in het zuiden. Oh nee, we gaan eerst naar Ypres. We blijven in Vlaanderen. Met straks de lakenhallen. En de industrieën uit Vlaanderen. We krijgen nu een volledige matrozenploeg. Neste Barca Avela zingen ze ook in onze zeilboot. En dat wordt gezongen door Nevada. Dat is het duo Alfredo en Jorge Mendes. Ze schreven zelf tekst en muziek voor dit liedje. Ze hebben alle twee een volledige dagtaak. Maar in Portugal schijnt dat te lopen tussen 2 uur in de namiddag en 8 uur 's avonds. Alfredo is ingenieur bij de scheepsvaart. En 's avonds, na 8 uur, gaan ze dan fado zingen in de kroegen in Lissabon. En kunnen ze 's morgens lang uitslapen, want ze moeten pas om 2 uur terug op hun werk zijn. De rivier neemt de zeilboot mee op zoek naar de vrijheid. Dat is de inhoud van het liedje. En wij krijgen hier Guust Vlater van Gaston Lagaffe, die de twee jongens van Nevada begroet. Portugal. Pour le Portugal, un groupe dont le nom évoque espace et liberté. Nevada est composé de 2 jeunes artistes, Alfredo Azinera et Jorge Mendes. It is their very first time on such a big event. Let's welcome the Portuguese band Nevada with the song Neste Barco a Vela. And the conductor is Jaime Oliveira. Portugese liedje gezongen door Nevada. Ze hebben nog nooit gewonnen, de Portugezen. En ik denk ook niet dat het er dit jaar in zit.
Spanje is nu aan de beurt als land nummer 9 met No Estás Solo, Jij Bent Niet Alleen. Het wordt gezongen door Patricia Kraus en ondertussen krijgt u beelden van onze koning en de koningin. U weet misschien dat vrijdag voormiddag de koning en de koningin ons ontvangen hebben, dus de artiesten en de delegaties in de Serres van Laken. En het was er heel gemoedelijk. Ik stond even met Johnny Logan te praten toen de koning erbij kwam en hij scheen erg veel van Ierland af te weten. De koningin was vooral bezorgd voor de stem van Lilian St-Pierre. Ze zei, je mag geen kou vatten. En ze had belangstelling voor iedereen. Het was een heel informeel gesprek, heel vriendelijk. De koningin had het vooral over de azalias in de Serres. Hier zien we kroonprins die even de rode duivels gaat goeiedag zeggen. En terwijl u deze beelden van het hof ziet, misschien zijn die niet toevallig gekozen, want we krijgen nu Spanje. Patricia Kraus, dat is een Oostenrijkse naam. Haar grootvader was ook een Oostenrijker. Maar haar vader, Alfredo Kraus, was jarenlang de beste tenor in de wereld. Zij zelf startte haar carrière als bel canto zangeres, maar nu vertoeft ze liever in de wereld van de pop en de rock. Elle est jeune, elle est dynamique. Elle parle anglais, français, italien. Elle adore le basket, la rock, la pop music. Patricia Kraus est la fille du ténor mondialement connu Alfredo Kraus. The Spanish contestant Patricia Kraus was raised in classical music, but she has found her own sound, and she definitely knows what she wants. She sings No Estás Solo, conducted by Eduardo Leiva. Patricia Kraus houdt ook van basket en spreekt vloeiend Engels, Frans en Italiaans. Als je vrienden hebt, ben je nooit alleen. No puedo dormir, te tengo que llamar. Los amigos, ¿para qué están? Ni una sola vez me has dejado de escuchar. Hoy te quiero dar las gracias, nada más. ¡Oh! Oye, no estás solo, oye. Sin preguntar, la sonrisa como un gesto más. Los amigos, ¿para qué estar? Si tú estás aquí y es lo que importa para mí. Otra vez me dirás, los amigos. Dat was de Spaanse zangeres van Oostenrijkse afkomst, maar ze heeft duidelijk meer Spaans dan Oostenrijks bloed in haar
flink ingesnoerd. Niet bevorderlijk voor de spijsvertering, als u het mij vraagt. We krijgen nu Turkije. Turkije wordt vertegenwoordigd door Sakim Sevgi en de groep Lokomotief. Liever gezegd, het liedje heet Sakim Sevgi. Dat betekent zoveel als een melodie. En de zangeres heet Seyal Taner. Begon haar muziekcarrière in 1975, maar ze speelde ook mee in heel wat films. Met gekende acteurs zoals Robert Mitchum, Charles Bronson en Jules Brunner. Ze behaalde reeds verschillende gouden platen. Toen Sandra Kim in Turkije was, toen had daar net de preselectie plaats. Zodat Sandra het hele selectiesysteem heeft kunnen meemaken. Ondertussen kijken wij naar beelden van de Ardennen. En straks naar een stripfiguur, Japanse Yoko Tsuno van Roger Leloup. Muziek is de enige internationale taal waarmee we elkaar een boodschap van liefde en vriendschap kunnen brengen. Dat is de inhoud van het liedje Sarkim Sevgi Ustune, de Turkse inzending. Ze hebben ook nog nooit gewonnen, Turkije. Doen al mee vanaf 1975. Seyal Taner est chanteuse et comédienne. Au cours de sa carrière cinématographique, elle a eu la chance de rencontrer des partenaires tels que Robert Mitchum, Yul Brynner et Charles Bronson. Chez elle en Turquie, elle ne compte plus les disques d'or. Seyal Taner, singer and actress, was born a star. She is backed up by the band Lokomotiv and offers her melody tonight. Sarkim Sevgi Ustune. The song will be conducted by Garo Mafyan. Tiende land, Turkije. Dankzij de Turkse delegatie kregen we ook eens de gelegenheid om het gigantische decor in al zijn vormen te bekijken.
allemaal piramidevormen. Prachtig ook met die belichting, met die laserstraaleffecten. Hey, Sandra Kim laat ons Luik zien. Ze zal ons straks ook Binche tonen met de Gilles, het carnaval. Daarna krijgt u beelden van de Brusselse omgang. En de stripfiguur op het einde is Canardo. We krijgen nu de Griekse inzending. Vorig jaar was Griekenland er ook niet bij. Het liedje heet Stop en het wordt gezongen door de groep Bang. Bang bestaat uit twee jonge heren, Vasilis. Studeerde muziek in Duitsland en in Athene. En hij maakte deel uit van een popgroep, Acropolis heette die. Thanos is de andere en dat is de zoon van een excellent muzikus in Griekenland, Titos Kaliris. Ze schreven met z'n tweetjes zelf het liedje. Het liedje heet Stop en met de inhoud. Stop met te leven voor de glorie en het geld. Maak van het leven rock and roll. Griekenland deed voor de eerste keer mee in 1974, maar heeft tot nu toe ook nog nooit gewonnen. Dire que leur groupe s'appelle Bang et leur chanson Stop serait un peu bref. Il faut ajouter qu'ils sont grecs, ils sont mignons, ce qui ne gâche rien. Vasilis Dirtiris plays synthesizer and Thanos Kaliris sings. They're also the composers of their song Stop. The song is conducted by George Niarchos. Griekenland. Αστράφ του φλάς και το στυλ σου γάρμπο στο σακάκι λίγα στράς. Ό,τι κάνεις για δόξα και λεφτά πες τι κάνεις αλλού είναι η χαρά. Κι εγώ σου λέω stop me ρακεντρόλι μη ζωή stop me. Σκέψου μια στιγμή. Stop, stop, me. Ξεκινάμε απ' την αρχή. Δες, δες, να, να. Δεν είναι αργά. Κυκλοφοράς στις δίσκο και μιλάς για σύννεμα μια ζωή με ρίσκο. Σομπάνια πάτη μυστικά. Για δόξα και λεφτά δες τι κάνεις αλλού είναι η χαρά. Κι εγώ σου λέω stop me rock and roll είναι η ζωή stop me. Σκέψου μια στιγμή stop me. Ξεκινάμε απ' την αρχή πες. Σκέψου μια στιγμή stop me. Ξεκινάμε απ' την αρχή δες να δεν είναι αργά. Stop. De Ierse groep Bang met het liedje Stop. Ze hebben beslist heel veel videoclips gezien van Wham, George Michael. Ze hebben plannen om in Amerika een LP gaan op te nemen en daar een carrière uit te bouwen. We blijven nog in Wallonië waar we enkele musea bezoeken. Daarna gaan we naar Dourbuy, naar Doornik. En nu introduceren wij u de Nederlandse zangeres Marja. Ze zingt een liedje dat geschreven werd door Peter Koelewijn. Zij zelf maakte deel uit van de succesvolle groep Babe.
In 86, vorig jaar, besliste ze uit de groep te gaan en een solo carrière te beginnen. Ze werd al ontdekt toen ze 12 jaar was tijdens een talentenwedstrijd. Haar studies deed ze in Nederland en ze volgde een opleiding voor verpleegster. En dan heeft ze gezongen bij heel wat orkestjes in Duitsland en in Nederland. U zag daar even wat mooie bloemen, die ziet u niet in het decor, want dat paste niet in het concept. Ja, dat is een visie, maar in de ontvangsthal vinden we heel wat bloemen van de dienst voor afzet van tuin- en landbouwproducten. Ook zullen straks alle artiesten met een bloemetje bedacht worden. Dit is Marsha. Marsha a déjà donné des preuves de son talent à travers les groupes dont elle a fait partie et les concours qu'elle a gagnés. C'est en juillet 86 qu'elle entame une carrière solo qui l'amène ce soir à représenter les Pays-Bas. Lovely Marsha has already had several hits with former bands Tulip and Babe. She now sings solo, Recht op in de Wind, and the conductor is Rogier van Otterloo. De laatste keer dat Nederland won was in 1975 in Stockholm met de groep Teachin en Dinge Dinge Dong. Toen de deur dicht viel, trok een sirene hier door het huis. En de trilling ging tot heel diep in mijn hart. Oh, ik ging naar koud, heb mezelf bijna uitgeteld. En de waarde van gelukkig zijn werd bijgesteld. En de klok tikte steeds het woordje over. Maar recht op in de wind zal ik blijven staan. Ik ga wel door, geloof me nou, al is het niet met dan zonder jou. Recht op in de wind, al is het een orkaan. Als jij geen vaste grond meer vindt, dan sta ik nog recht op in de wind. Toen de deur dicht viel, zei ik mezelf, kijk niet meer om. Haal de brug op, maak een vesting van je hart. En hou je tranen in, bewaar die voor de nacht. Als je in het milde duister toch nog op de wacht. Maar dat gaat voorbij, eens gaat dat ook over. Marsha voor Nederland, de Nederlandse delegatie, net zoals de Turkse, helemaal in het wit. Alhoewel ik nu de jurk hier op het podium zie, en ik zie hem ook op het kleine scherm, moet ik wel eerlijk bekennen dat het in het echt op het podium veel meer geeft dan op het scherm. De oude en de nieuwe technologie in Wallonië. Daarover gaat nu dit filmpje. En vanuit België zagen we dan net Nederland en nu Luxemburg, een echte Benelux aangelegenheid op dit moment. Plastic Bertrand, en daar is dan boven ook nog een Belg, een Brusselaar, zingt voor Luxemburg het liedje Amour, Amour. Dat verhaal is daar heel erg gek gegaan.
in januari kwam Plastic Bertrand op de RTL-televisie binnen met een plaatje. En hij wou dat zingen. En men luisterde daar toevallig naar de B-kant. En men zei, hé, dat moet jij voor ons brengen op het Songfestival. Maar Plastic zit eigenlijk met zijn hoofd meer in Parijs. Want hij bereidt een paar optredens voor in de Parijse Olympia. En dat is toch wel belangrijk voor hem. Want hij wil daar terug vaste voet aan grond krijgen in Frankrijk. Waar hij destijds een superhit had, Sa Plan Pour Moi. En daarmee creëerde hij een beetje een nieuwe look. On peut dire que le jour le plus important de sa vie est celui où Roger Jouret est devenu Plastic Bertrand. Il lance la Plastic Generation à travers le monde entier avec un méga tube, Sa Plan Pour Moi. After his astounding hit, Plastic Bertrand is back in the business, representing Luxembourg with his latest song, Amour, Amour. And the conductor is Alec Mansion. Het liedje is ook een ode aan de liefde. En Plastic Bertrand kennende zal hij ook het hele podium gebruiken. C'est toi le cow-boy, nous les Indiens. Qu'est-ce que t'es dur, qu'est-ce que t'es chien, quand tu nous tiens. Si elle se lâche fait ta tapisserie, je ramasse tous ces petits cailloux. Et je m'accroche, qu'est-ce que c'est moche, moche. Plastic Bertrand hier in zijn Brussel met een warm applaus bedacht. Maar het zal goed zijn voor de conditie, deze fitnessoefeningen. Of het goed is voor de stem, ik weet het niet. Luxemburg won tot nu toe 5 keer het Songfestival. De laatste keer was dat in 1983 met Corinne Hermès en Sylvie Cadeau. Nog altijd maar beelden uit Wallonië. En dit ter introductie van Engeland. Engeland wordt vertegenwoordigd door de 28-jarige Ricky Peebles. En die was ooit nog vocalist bij de groep Marmalade. Hij is taxichauffeur en tussendoor zingt hij zijn nummers in de wagen. En aan de reacties van de klanten kan hij dan zien of zijn creaties goed of minder goed aankomen. Zijn vader was een profvoetballer in Engeland en die man betekende een grote steun voor hem.
Ricky werd geboren in Schotland en daar is hij ook trots op. Dat zal hij ook laten zien op het podium ook. Ook acteur-zanger die op dit ogenblik een nieuwe LP voorbereidt. Engeland won ook al 4 keer het Songfestival. En doet net zoals België mee van het begin. Dit is detective Clifton van Weduwe en de Groot. Richard Peebles is coming from Scotland. He's a multi-talented person. He plays comedy, sings and composes. He wrote numbers for the well-known band Middle of the Road and is now working on his solo album. Ricky défend ce soir les couleurs britanniques avec la chanson Only the Night, The Light. Le chef d'orchestre est Ronnie Hazelhurst. Man die er ook elk jaar weer opnieuw bij is. Engeland met Ricky Peebles. It's only the light that fades through the night. A shadow that's falling and the darkness is calling. Shadows walking behind me, strange lights won't let them blind me. Voices running on through my mind. Survival, got to get on with life. It's only the light that fades through the night. A shadow that's falling and the darkness is calling. It's only the light after me. It's only the light. I can see the light. It's only the light. Can't you see the light? Moving in every direction. I can't sleep, it seems so confusing. So touch me, remove this illusion. It's only the light that glows in the night. The spirit that moves me, the spirit that moves me. It's only the light after me. It's only the light. I can see the light. It's only the light. Can't you see the light? Only the Light, Ricky voor Engeland. We hebben Engeland toch al met sterkere songs weten naar het festival komen. En dan nu Frankrijk. Frankrijk doet het de laatste jaren ook niet meer zo goed. Ze wonnen wel al 5 keer, maar dat was in 1977 ook voor de allerlaatste keer. Met Marie Myriam en L'Oiseau et l'Enfant. Ja, het Franse chanson maakt ook een beetje een crisis door. En ondertussen kijken wij naar de coryfeeën uit België, zoals Georges Simenon, Jacques Brel, Delvaux, Ballet van de 20e eeuw, Eddy Merckx. Ondertussen wil ik u Christine Minier introduceren, 23-jarige zangeres en danseres, die al vanaf haar 5e een carrière begon in de opera. Noodgedwongen verhuisde ze naar Senegal en naar de Antillen, waar haar vader werk had. Maar 7 jaar geleden kwam ze terug naar Frankrijk. En daar was ze jarenlang kapster. Het liedje dat ze zingt heet Les mots d'amour.
pas de dimanche. De woorden van liefde zijn spontaan als een kind. Ze zijn de magische muziek van het hart. Christine Minier has always dreamed to be a performing artist. She was gifted for singing and dancing. At age 23, the dream finally comes true. Malgré sa passion de petite fille pour la danse classique, Christine Minier s'orientera vers des études de péricultrice et de coiffure. Mais le rêve de petite fille est tenace. Voici pourquoi ce soir, elle représente la France avec Les mots d'amour n'ont pas de dimanche. Le chef d'orchestre est Jean-Claude Petit. Het liedje van Christine Minier werd gecomponeerd door haar broer Marc. Franse liedje Christine Minier, Les mots d'amour n'ont pas de dimanche. Duitsland, een kanshebber. Wie staat erachter? Het onafscheidelijke duo Bernd Meinunger en Ralph Siegel, die ook tekenden voor het succes van Nicole en Anbiske Friede. Dat was de eerste en ook de enige keer dat Duitsland het Songfestival won. En dit is een filmpje gemaakt in opdracht van de Europese gemeenschap, die dit jaar, zoals u dus gehoord hebt, 30 jaar jong is. De 12 lidstaten worden gesymboliseerd door kinderen en ze hebben één droom, ze maken een film. En ze dromen van het jaar 1992. In dat jaar, en dat is een realiteit, moeten alle grenzen tussen de 12 lidstaten verdwenen zijn. Zo zien zij de toekomst. Wind bestaat uit vijf jonge mensen. En als u zich nog het Songfestival in Göteborg herinnert, in 1985... toen behaalde diezelfde groep de tweede plaats na de Bobby Songs. Zij met het liedje Für alle. Die groep is bijna ongewijzigd, alleen de zanger is veranderd. Dat was vroeger een bedrijfsleider, die had te weinig tijd voor dit vak. En de nieuwe zanger is afkomstig uit de Duitse bochel tegen de Nederlandse grens.
Rolf Siegel, de man achter Genghis Khan, achter Johnny Blue Theater en Wind, un groupe qui n'est pas inconnu des spectateurs de l'Eurovision, puisqu'en 1985, il représentait déjà l'Allemagne à Göteborg. Back in the Eurovision Song Contest, Wind, a refreshing band with Petra, Christiane, Alain, Andy, Sammy and Robert singing Last Dishonor in Dein Herz. And the conductor is Laszlo Benke. Sombere gevoelens krijgen geen kans in je leven. Elke dag een nieuwe start. Laat de zon in je hart. Lass die Sonne in dein Herz, het liedje van Duitsland, gezongen door de groep Wind. Die zullen hoog eindigen. In een echte reggae-stijl was dit wat je niet zou verwachten van de Duitsers. En wat je ook niet zou verwachten van de Cyprioten die nu aan bod komen, is dat ze allesbehalve een traditionele song brachten. Dat geldt ook voor Turkije, Griekenland, Spanje, Portugal. Al die landen hebben het echt een beetje internationaler gezien dan de vorige uitgave. Voor Cyprus krijgen we de 23-jarige Alexia op het podium. Zij was in 81 al op het Eurovisie Songfestival, maar toen als koorzangeres bij de groep Island met het liedje Monica, dat toen wel zesde eindigde, de hoogste plaats voor Cyprus tot nu toe. Alexia werkt momenteel in Boston, in de Verenigde Staten, en ze heeft al opgetreden met beroemde artiesten zoals Chick Corea. De muziek componeert ze zelf. Cyprus heeft een beroep gedaan op de RTBF-dirigent Jo Carlier. En zij wordt aangemoedigd door Lucky Luke.
Alexia was a teenager when she first appeared at the Eurovision Song Contest in 81. She then took up music seriously at the Berklee College of Music in Boston. La concurrente chypriote Alexia est non seulement une brillante interprète, mais elle compose également. Blanc et noir est le titre de sa chanson, Aspro Mavro. Et le chef d'orchestre est Joe Carlier. Het liedje Aspro Mavro, wit en zwart, zie je ook aan de kleding. Στο τρένο είπες πως θέλεις να σε περιμένω. Ύστερα είχες φτιαχθεί. Ψάχνω για να βρω κάτι που μας δένει, μα μια εικόνα τώρα πια μου μένει. Ναι, oh, oh, oh. Στον καθρέφτη, καθώς τις νύχτας ένα αστέρι πέφτει. Μια αρχή να είμαστε μαζί. Το όνειρό μου ζωντανεύει πάντα με ένα τραγούδι, μια γλυκιά μπαλάντα. Ναι, oh, oh, oh. Cyprus met Aspro Mavro. Finland doet al mee vanaf 1961 en behaalde 4 keer de laatste plaats. Finland is nu aan de beurt met het liedje Sata Salama, gezongen door Vicky Rosti. En ondertussen krijgen we onze Vlaamse meesters te zien, tenminste hun werken. Jan van Eyck, Rubens, Vermeeke, Ensor en helemaal achteraan Seffers. De stripfiguren, de Daltons. Vicky Rosti is erg bijgelovig. Ze heeft van haar dochtertje een tv-poppetje gehad en dat heeft ze de hele tijd bij ze gehad. Ze begon haar carrière in 1974, maar in 1971 maakte ze een stop, omdat ze voorrang wou geven aan de opvoeding van haar 3 kinderen. Maar nu kunnen die alweer uit de voeten en 87 moet het jaar worden van de comeback. En het ziet er ook naar uit, want met het liedje Sata Salama werd ze in Finland al meteen gekozen om haar land te vertegenwoordigen op het Songfestival. In die carrière heeft ze toch al een 6-tal LP's volgezongen. Tekstdichter is VP Leto en de componist Petri Laaksonen. Het liedje is een kreet om liefde in een wereld van ijzer en staal, nacht van vuur. Vicky Rosti a déjà réussi une très belle carrière en Finlande. Sacrée la chanteuse la plus populaire de son pays, elle y a remporté un disque de platine. Pourtant, elle a préféré consacrer ces dernières années à sa vie de famille. Vicky Rosti is back on stage
for the Eurovision Song Contest today with the song Fire Night, Sata Salama. And the conductor is Ossie Roon. De man die al 21 jaar na elkaar ononderbroken dirigeert voor Finland. Hey, het Finse liedje krijgt erg positieve reacties van ons publiek, Fiki Rosti. U hebt ook al gemerkt dat er wat lege plaatsen zijn en dat is toch wel doodjammer. Zoveel mensen die dit festival wilden bijwonen. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met een beetje overorganiseren. Bang zijn dat de genoten weer niet binnen kunnen en dan uiteindelijk nog lege stoelen hebben. Wat jammer. En nu gaan we naar Dinant. Daar leefde de vader van de sax, Adolf Sax. En met Adolf Sax komen we terecht in Denemarken, want we zijn nu toe aan het 19e land. Dit jaar is er geen kindsterretje op het festival zoals vorig jaar onze Sandra Kim. Maar de jongste deelnemster is Anne-Catharine Herdorf, 19 jaar. Ze droomde ervan ooit kinderarts te worden. Maar het liep anders af, want op 7 jaar mocht ze al zingen met haar vader in het orkest. En zo kreeg ze dan een aanbieding om mee te komen zingen in het Deense radiokoor. En van het een kwam het ander, zelfs al een rolletje in een televisieserie. Het liedje heet En Lil Melody. Het vertaalt een kleine melodie. En het lijkt verdomd goed op het liedje Ein bisschen Friede van Nicole in 82. Dezelfde constructie en opbouw. In het begin werd dat niet getipt als kans hebben, maar naarmate de repetities vorderden wel. Anne-Catharine Herdorf, a beautiful 19 years old girl, is an artist from head to toes. She sings with the Danish radio choir and stars in a TV series. Anne-Catherine Herdorf est ce qu'on nomme une enfant de la balle. Son père, chef d'un orchestre de danse, l'a fait débuter à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui,
Elle représente son pays, le Danemark, avec le groupe Banjo, et la chanson En Lille Melodie. Le chef d'orchestre est Henrik Grooskaart. Denemarken won nog maar één keer. Het was in 1963 met Kreet en Jurgen Ingman en dan Sevise. Misschien een tweede keer dit jaar? De zangeres voor Denemarken, de jongste. En met architect Victor Horta en de Art Nouveau gaan we naar Ierland. En Ierland wordt vertegenwoordigd door Johnny Logan, 32 jaar. Hij won alles, het Songfestival in 1980 met What's Another Year. En ook dit jaar schreef hij het nummer zelf, een eigen ballade. In 1984 componeerde hij het liedje voor Linda Morton, dat toen een tweede plaats behaalde op het Songfestival. Dat heette toen Terminal 3. Johnny Logan heeft twee zoontjes, de oudste is 7 jaar. En die heeft aan zijn papa een Garfield-pop meegegeven als talisman. Johnny Logan wordt wel getipt als de grote kanshebber. Hij brengt het ook erg overtuigend. Zijn eigen ballade Hold Me Now. Hou nog eenmaal van mij, je zal altijd deel van me uitmaken. Alhoewel je vanaf nu aan iemand anders toe behoort. En Johnny Logan wordt begroet door de blauwbloezen. Ierland. Chacun se souvient de la victoire sans précédent de Johnny Logan à l'Eurovision en 1980. En 7 ans, il s'est construit une belle carrière d'auteur-compositeur. Johnny Logan is looking and singing better than ever and represents Ireland in this year's Eurovision Song Contest with his own ballad, Hold Me Now. And the conductor is Noel Killehan.
Ierland. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word. Just hold me now, and I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. And hold me now, don't cry, don't say a word. Just hold me now and try to understand. I hope at last you found what you've been searching for. What do you say when words are not enough? What can I say when my words are not enough? You heard it yourself. Hold me on, Johnny Logan. Well, prima vertolkt, met gevoel. En dan gaan we nu een kijkje nemen naar Joegoslavië. Maar eerst nog even de Belgische kwaliteitsproducten aan onze buitenlandse kijkers voorstellen. Want het is hoofdzakelijk voor hen dat al deze filmpjes gemaakt werden. Culinair mag België er zijn. Ook de diamant is een belangrijk product. De tapijtweverijen, de technologie en straks ook de smurfen van Peo, niet te vergeten. Joegoslavië wordt vertegenwoordigd door de groep Novi Fossili. En die groep werd al opgericht in 1976. In 1983 kwam zangeresje Sanja erbij. En van toen af ging het schitterend. 3 LP's verkochten op grote oplagen. Sanja is precies vandaag, zaterdag 9 mei, jarig. Vandaar misschien dat het ook een vrolijke bedoeling is met de Joegoslavische delegatie. Het liedje dat ze zingen heet Jasam Saples, betekent zoveel als ik wil dansen. Les Novi Fossili ont déjà tourné au Canada, en Union Soviétique et aux États-Unis. Ils sont plus que célèbres chez eux en Yougoslavie. Don't tell it to anyone, but today it's Sanja's birthday. And Sanja joined the Novi Fossili in 83 with her talent and cheerfulness. They invite us to dance with Jasam Zapres. And the conductor is Nikica Kalugera. Oh, goed dat ik dit niet moet uitspreken. Joegoslavië, voor het laatst aan de beurt. Hey. I wanna dance, hey. Oh.
Novi Fossili voor Joegoslavië. I wanna dance. Dat doet het altijd zo'n zin. En dan nu het laatste land, Zwitserland. En het orkest kan al uitblazen, want hierbij hoeven ze geen noot te spelen. Dat komt omdat de groepen die u op de voorgrond ziet spelen, die mogen hun instrumenten opnemen op band. En de meeste landen komen dan daarbij nog met een arrangement waarin de ontbrekende instrumenten te horen zijn en die worden dan live gespeeld door het orkest. Terwijl ik u dit vertel, ziet u beelden van onze Belgische mode, Belgische mannequins, Belgische vliegtuigen. Laatste land aan de beurt is Zwitserland. Het liedje heet Moitié Moitié, half om half, en het wordt gezongen door Carole Risch. Ook zij zingt al van in haar kindertijd. Op haar 13e begon ze een carrière als kunstschaatser, maar die heeft ze dan opgegeven om klassieke zang te gaan studeren aan het conservatorium. In 84 nam ze alles deel aan de Zwitserse preselectie voor Eurosong, maar toen werd ze tweede. Carole Risch is 25 jaar en was onlangs nog in Brussel voor een cursus jongleren. 14 dagen lang heeft ze die gevolgd. À 7 ans, elle chantait le temps des cerises. À 17 ans, elle jouait dans la flûte enchantée de Mozart. Et à 25 ans, elle arrive pour la deuxième fois à la finale suisse de l'Eurovision. Carole Risch, lovely 25 years old singer, likes fairness and balance in everything. Tonight, she shares her philosophy with us by singing Moitié Moitié. Geen dirigent dus. Oh, c'est la vie en bleu.
Carol Riche voor Zwitserland het laatste liedje. En de teerlingen zijn nu geworpen. Victor Laszlo zal ons nu een filmpje introduceren terwijl de stemmen worden geteld door de diverse juries. Een filmpje dat in het teken staat van de verjaardag van de verklaring van Robert Schuman in 57. Mesdames, messieurs, les dés sont jetés. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation des 22 pays concurrents. Nous allons laisser le temps aux jurys nationaux de rassembler leur vote pendant un court entracte dédié bien sûr à l'Europe. Ladies and gentlemen, we have arrived at the end of the presentation of the 22 competing countries. En die verklaring van Robert Schuman ligt aan de basis van de oprichting van de Europese gemeenschap. U hoort zo meteen de Ode aan de Vreugde uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven, bewerkt door Willy Mortier en uitgevoerd door de 33-jarige Oostense fluitist Mark Grauwels, die al vanaf 78 vast in dienst is bij het RTBF-orkest. De Europese ont tenu à offrir à l'ensemble des pays participants un film célébrant l'unité entre les peuples. Célébration sur le thème de l'hymne à la joie de Ludwig van Beethoven, interprété par Mark Grauwels. Veel plezier met deze film over de eenheid van de landen in Europa met fluitist Mark Grauwels. Thank you.
prachtig gedaan door de Oostense fluitist Mark Kraut. Kijk daar dus, Victor Laszlo. Mesdames et messieurs, l'heure du jugement final est proche. Durant les 40 minutes qui suivent, les secrétaires des jurys nationaux déclineront les points qu'ils attribuent aux chansons respectives. Ces points s'inscriront dans un ordre allant de 1 à 12 sur le tableau marquoir. Je tiens à insister sur le fait que chaque jury ne peut voir ni entendre les points des autres jurys avant d'avoir eux-mêmes donné les siens. Ladies and gentlemen, ik zal even vertalen, we gaan nu inderdaad alle landen horen jureren. Voor ons land is dat dit jaar de BRT die daarvoor verantwoordelijk is. En de punten gaan van 1 tot 12. Het is wel zo dat geen enkel land dat nog geen punten gegeven heeft, weet wat de anderen doen. Dan wordt beeld en geluid weggenomen. Bij ons hier in Brussel, op de Reigerslaan, zitten 11 mensen, waarvan de helft mannen, de helft vrouwen. 5 à 6 zijn jonger dan 25 jaar, 5 en 6 zijn ouder dan 25 jaar. En dit is Frank Neff met zijn secretaresse. Bonsoir Victor. Je suis très heureux d'être à Bruxelles en cette journée mémorable et anniversaire. Et je souhaite partager cette journée avec les 22 jurys de l'Europe, de l'Eurovision, qui sont prêts à vous donner leur vote. Merci. Absolument, merci Frank. Nous allons en effet appeler le premier pays qui est la Norvège. We're calling Norway. Good evening, Norway. Can I have your points, please? Good evening, Brussels. Meteen de punten van Noorwegen. Calling. Here are the results of the Norwegian jury. France, 1 point. France, 1 point. La France, 1 point. Israel, 2 points. Israel, 2 points. Israel, 2 points. Germany, 3 points. Germany, 3 points. L'Allemagne, 3 points. Iceland, 4 points. Iceland, 4 points. L'Islande, 4 points. Belgium, 5 points. Belgium, 5 points. 5 voor ons land van Noorwegen. La Belgique, 5 points. Cyprus, 6 points. Cyprus, 6 points. Chypre, 6 points. Denmark, 7 points. Denmark, 7 points. Le Danemark, 7 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. 8 pour Johnny Logan. Irlande, 8 points. Finland, 10 points. Finland, 10 points. Kijk eens aan, voor Finland. Finland, 10 points. And finally, Yugoslavia, 12 points. Nou, Yugoslavia, 12 points. Dat had ook niemand verwacht. La Yougoslavie, 12 points. And that completes the voting of the Norwegian jury. Bye-bye, Brussels. Thank you very much. Bye-bye. We're now calling Israel. Good evening, Israel. Can I have your points, please? Hello, Brussels. Jerusalem calling. Good evening. Here are the results of the Israeli jury. Switzerland, 1 point. Switzerland, 1 point. La Suisse, 1 point. Belgium, 2 points. Belgium, 2 points. Das nicht fait. La Belgique, 2 points. Italy, 3 points. Italy, 3 points. L'Italie, 3 points. Ireland, 4 points. Ireland, 4 points. L'Irlande, 4 points. Netherlands, 5 points. Netherlands, 5 points. Les Pays-Bas, 5 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Le Danemark, 6 points. Yugoslavia, 7 points. Yugoslavia, 7 points. Wordt goed bedacht met La Yugoslavie, 7 points. Germany, 8 points. Germany, 8 points. L'Allemagne, 8 points.
United Kingdom, 10 points. Die kregen 10 van Israël. United en geen enkel puntje kregen ze van Noorwegen. Points. Le Royaume-Uni, 10 points. And Sweden, 12 points. 12 voor Zweden. 12 points. La Suède, 12 points. And that completes the results of the Israeli jury. Good night. Thank you very much and good night to you. We're now calling the Austrian jury. Good evening, Austria. Hello, Brussels. Hello. This is Diana calling. Here are the results of the Austrian jury. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Netherlands, 2 points. Netherlands, 2 points. Les Pays-Bas, 2 points. Evenveel als België. Belgium, 3 points. Belgium, 3 points. La Belgique, 3 points. Ik had niet te vroeg mogen. Norway, 4 points. Norway, 4 points. La Norvège, 4 points. United Kingdom, 5 points. United Kingdom, 5 points. Le Royaume-Uni, 5 points. Italy, 6 points. Italy, 6 points. L'Italie, 6 points. Denmark, 7 points. Denmark, 7 points. Le Danemark, 7 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavia, 8 points. La Yougoslavie, 8 points. Germany, 10 points. Germany, 10 points. L'Allemagne, 10 points. And Ireland, 12 points. Et l'Irlande, 12 points. Ireland, 12 points. And that completes the points of Johnny the Logan jury. Weet good niet night, hoe Brussels. Het heeft van de zenuwen. Thank you very much and good night. En nogthans heeft hij het al eens een keer meegemaakt. How is the situation? Ja, hoe ziet het scorebord eruit We're op dit ogenblik? We're now going to Iceland. Good evening, Iceland. Can I have your points, please? Hello, Brussels. This is Reykjavik calling. And I have here the results of the Icelandic jury. Greece, 1 point. Greece, 1 point. Stop. La Grèce, bang. 1 point. 1 puntje. Switzerland, 2 points. Switzerland, 2 points. La Suisse, 2 points. Italy, 3 points. Italy, 3 points. L'Italie, 3 points. France, 4 points. France, 4 points. La France, 4 points. Israel, 5 points. Israel, 5 points. Israel, 5 points. Cyprus, 6 points. Cyprus, 6 points. Chypre, 6 points. Denmark, 7 points. Denemarken krijgt een goed gemiddelde points. Van iedereen, maar nooit de hoge scores. Sweden, 8 points. Sweden, 8 points. La Suède, 8 points. Yugoslavia, 10 points. Yugoslavia, 10 points. La Yougoslavie, 10 points. En 12 voor. And Germany, 12 points. And Germany, 12 points. L'Allemagne, 12 points. Belooft spannend te worden, heb ik. And that completes the points of the Icelandic jury. Thank you, Brussels, and goodbye from Reykjavik. Thank you, Reykjavik. Bye-bye. Het hoge noorden. Nous appelons maintenant la Belgique. Dat is de BRT met bonsoir. Anne Ploegaerts als secretaris van Hello, de jury. Hallo, Bruxelles. Hier is Brussel. Goedenavond. Voici les résultats du jury belge. We moeten het doen in de Eurovisie. La Suède, 1 point. La Suède, 1 point. Sweden, 1 point. La Grèce, 2 points. La Grèce, 2 points. Greece, 2 points. Le Royaume-Uni, 3 points. Le Royaume-Uni, 3 points. The United Kingdom, 3 points. L'Islande, 4 points. L'Islande, 4 points. Iceland, 4 points. L'Italie, 5 points. L'Italie, 5 points. Italy, 5 points.
Israël, 6 points. Israël, 6 points. Israël, 6 points. La Norvège, 7 points. La Norvège, 7 points. Norway, 7 points. La Yougoslavie, 8 points. La Yougoslavie, 8 points. Yugoslavia, 8 points. L'Allemagne, 10 points. L'Allemagne, 10 points. Germany, 10 points. Et l'Irlande, 12 points. L'Irlande, 12 points. Ireland, 12 points. Johnny Logan is blij. Ceci termine les points attribués par le jury belge. Bonsoir, goedenavond. Goedenavond, dank je wel, Anne. Nous appelons maintenant la Suède, mais nous allons garder le tableau avant, parce qu'il semble que la Yougoslavie mène. Nous sommes encore au quart des votes, alors rien n'est encore joué. Dat is waar, we kunnen, het is nog veel te vroeg om iets te zeggen. Yougoslavië leidt met 45 Sweden. Punten. May I have your points, please? Resultaten van Zweden. Good evening, Brussels. Here is Göteborg with the results of the Swedish jury. We start with Italy, 1 point. Eentje Italy, 1 point. L'Italie, 1 point. And then Cyprus, 2 points. Cyprus, 2 points. Chypre, 2 points. And Finland, 3 points. Finland, 3 points. La Finlande, 3 points. Israel, 4 points. Israel, 4 points. Israël, 4 points. United Kingdom, 5 points. United Kingdom, 5 points. Le Royaume-Uni, 5 points. Greece, 6 points. Greece, 6 points. La Grèce, 6 points. And Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. And Denmark, 8 points. Denmark, 8 points. Le Danemark, 8 points. And we have Norway, 10 points. Noorwegen krijgt 10 van Zweden. La Norvège, dat zijn ze weer aardig voor elkaar, die Scandinaviërs. And finally, Ireland, 12 points. And Ireland, 12 points. L'Irlande, 12 points. Ziet er goed uit voor hem. Ik zou niet in die jongens een plaats willen zijn. Bye-bye, Brussels. Thank you, bye-bye. Dit was Göteborg, Zweden. En nu gaan we naar Italië. Nous allons appeler l'Italie. Buonasera, Italia. Bonsoir, Bruxelles. Ici Rome. Voici le résultat du jury italien. Autriche, 1 point. Eindelijk. Oostenrijk heeft zijn eerste puntje binnen. Austria, 1 point. Denemarken, 2 points. Danemark, 2 points. Denmark, 2 points. Suède, 3 points. Suède, 3 points. Sweden, 3 points. Allemagne, 4 points. L'Allemagne, 4 points. Ziet er niet zo goed uit voor Germany, Duitsland dan. 4 points. France, 5 points. La France, 5 points. France, 5 points. Belgique, 6 points. La Belgique, 6 points. Het werd tijd dat we nog eens wat punten kregen. Hè? Normaal krijgt het land dat organiseert altijd punten voor iedereen. Norvège, 7 points. Norvège, 7 points. Norway, 7 points. Grèce, 8 points. La Grèce, 8 points. 8. Greece, 8 points. Pays-Bas, 10 points. Les Pays-Bas, 10 points. 10 voor Nederland van Italië. The Netherlands, 10 points. Irlande, 12 points. Jawel. L'Irlande, 12 points. Het begint al een beetje duidelijk te worden. Ireland, we zijn nog niet eens halfweg, maar... Ceci termine les points attribués par le jury italien. Bonsoir. Merci beaucoup et bonsoir. Looking at the board, it looks like Ireland is leading with 60 points. We're now calling Portugal. Bonsoir, le Portugal. Good evening. Joegoslavië heeft van de twee laatste landen geen enkel punt gehad. Vandaar dat Ierland nu de leiding heeft. Voici les résultats du jury portugais. Danemark, 1 point. Le Danemark, 1 point. Denmark,
1 point. Luxembourg, 2 points. Le Luxembourg, 2 points. Die hadden inderdaad nog Luxembourg, geen enkel puntje, 2 points. Eindelijk, 2. Royaume-Uni, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. The United Kingdom, 3 points. Finlande, 4 points. La Finlande, 4 points. Finland, 4 points. Allemagne, 5 points. L'Allemagne, 5 points. Germany, 5 points. Yougoslavie, 6 points. La Yougoslavie, 6 points. Yugoslavia, 6 points. Suède, 7 points. La Suède, 7 points. Sweden, 7 points. Irlande, 8 points. L'Irlande, 8 points. Ireland, 8 points. Israël, 10 points. Israël, 10 points. Israël, 10 points. Daar vonden ze dat aftelrijmpje leuk. Et finalement, l'Italie, 12 points. Van Portugal voor Italië, 12 points. 12. Italy, 12 points. Et ceci termine les points attribués par le jury portugais. Bonsoir. Grazie Roma, buonasera. Roma. We're now calling Spain. How is the Spanish jury tonight? Good evening. May I have your points, please? Good evening, Brussels. This is Madrid with the results of the Spanish jury. Maar het is niet makkelijk hoor. Germany, 1 point. Germany, 1 point. Duitsland. L'Allemagne, 1 point. Finland, 2 points. Finland, 2 points. La Finlande, 2 points. Norway, 3 points. Norway, 3 points. La Norvège, 3 points. Iceland, 4 points. Iceland, 4 points. L'Islande, 4 points. The Netherlands, 5 points. The Netherlands, 5 points. Les Pays-Bas, 5 points. Yugoslavia, 6 points. Yugoslavia, 6 points. La Yougoslavie, 6 points. Yugoslavia. Belgium, 7 points. Ah, dank Belgium, wel. 7 Spanje. Points. La Belgique, 7 points. Portugal, 8 points. Van Spanje Portugal, voor Portugal, 8 points. En die hadden nog niks. Le Portugal, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, ja, 10 wel, points. Doet, L'Irlande, 10 points. Die doet het spannend. And finally, Italy, 12 points. Thank you. Italy, 12 points. L'Italie, 12 points. And that completes the points of the Spanish jury. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Ireland is still leading with 78 points. Well, well, well. Yeah. Allons voir si la situation restera la même. Mais rien n'est encore joué. We're calling Turkey now. Good evening, Turkey. May I have your points, please? Good evening, Brussels. Here are the results of Turkish jury. Denmark, 1 point. Kom van ver, dit telefoontje. 1 point. Le Danemark, 1 point. Maar ze zijn duidelijk verstaanbaar. Sweden, 2 points. Sweden, 2 points. La Suède, 2 points. I can't hear you anymore. Who are you giving 3 points to? Yeah. 3 points. Could you repeat which country you gave 3 points, please? United Kingdom, 3 points. Thank you. United Kingdom, 3 points. Le Royaume-Uni, 3 points. Belgium, 4 points. Belgium, 4 points. La Belgique, 4 points. Dank u. Switzerland, 5 points. Tot meer mogen zijn. Switzerland, 5 points. La Suisse, 5 points. Germany, 6 points. Germany, 6 points. Duitsland blijft in de middenmoot. 6 points. Netherlands, 7 points. Netherlands, 7 points. Les Pays-Bas, 7 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. L'Italie, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland,
10 points. L'Irlande, ze zitten er wel allemaal ontspannend bij, toch? In die... And Yugoslavia, 12 points. And Yugoslavia, 12 points. Er is nog een beetje actie op het scorebord. Points. Maar Ierland, ver uit aan de lijn. That is the complete results of Turkish jury. Good evening, Brussels. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. We're going to Greece now. Nous appelons la Grèce. Bonsoir. Puis-je avoir vos points, s'il vous plaît? Calispera, Bruxelles. Calispera. Ici Athènes. Voici les résultats du jury grec. Finlande, un point. La Finlande, un point. Finland, one point. Yougoslavie, deux points. La Yougoslavie, deux points. Yougoslavia, two points. Oei, oei, ze vallen weer uit de boot. Pays-Bas, 3 points. 3 voor Nederland. Les Pays-Bas, 3 points. The Netherlands, 3 points. France, 4 points. La France, 4 points. Frankrijk doet het France, helemaal niet goed. 4 points. Portugal, 5 points. Le Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Islande, 6 points. L'Islande, 6 points. Iceland, 6 points. Autriche, 7 points. L'Autriche, 7 points. Austria, 7 points. Danemark, 8 points. 8 voor Denemarken. Danemark, 8 points. Die hebben nog een 8 gehad van Zweden. 8 points. Espagne, 10 points. L'Espagne, hey, 10 points. Spanje had nog niks, Spain, meteen een 10. 10 points. En een 12 voor Turkije Chypre, zeker. Chypre, 12 points. Oh, Cyprus. 12 points. Cyprus, 12 points. Die hebben hier ook verbroederd. Kijk eens hoe lief dat ze op elkaar doen. Les points attribués par le jury grec. Merci beaucoup. Bonsoir. We're now calling the Netherlands. Ierland kreeg nog geen punten van IJsland en van Griekenland. Goedenavond, Victor. Good evening, Brussels. This is the Dutch jury in Hilversum with the result. La France, France, 1 point. La France, 1 point. France, 1 point. Nederland geeft nu zijn punten. Cyprus, 2 points. Cyprus, 2 points. Chypre, 2 points. Israel, 3 points. Israel, 3 points. Israël, 3 points. Voor die hoge score die ze kregen. Norway, 4 points. Norway, 4 points. La Norvège, 4 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. La Grèce, 5 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Le Danemark, 6 points. Ah oui. Switzerland, 7 points. Switzerland, 7 points. La Suisse, 7 points. Finland, 8 points. Finland, 8 voor Finland. 8 points. La Finlande, 8 points. And then we come to Cyprus, 10 points. Cyprus, 10 points. Chypre, 10 points. And Ireland. I'm sorry. Hello. Hello. You have given to Cyprus. Two. 2 points, ja. Already 2 points. Ja, dacht ik ook. So I think there is an error there. You have to repeat. Oh, I'm sorry. We are. Would you mind to repeat your last vote? The 10 points are for Germany. Oh, I see. So Germany. 10 points for Germany. Yeah. 2 voor Cyprus, okay. Dat blijft. Okay. Ik kijk ook al. Germany 10 points. Yes, and then 12 points for Ireland. Great. Allee, bedankt Nederland. 12 points for Ireland. L'Irlande, 12 points. And that completes the votes of the Dutch jury. Goedenavond, Brussel. No. Goedenavond, dank je vriendelijk. Vriendelijk? Well. L'Irlande mène toujours avec 100 points. C'est la première à atteindre les 100 points. Nous allons appeler à présent le Luxembourg. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Bruxelles. Vous êtes over the helft. Voici les résultats du jury luxembourgeois. Royaume-Uni, 1 point. Le Royaume-Uni, 1 point.
The United Kingdom, 1 point. La Finlande, 2 points. La Finlande, 2 points. Finland, 2 points. La Suisse, 3 points. La Suisse, 3 points. Switzerland, 3 points. L'Italie, 4 points. L'Italie, 4 points. Italy, 4 points. La Belgique, 5 points. La Belgique, 5 points. Het is niet veel, maar het is toch iets van Luxemburg. 5 points. Voor ons land. Pour l'Allemagne, 6 points. L'Allemagne, 6 points. Germany, 6 points. Pour la Grèce, 7 points. La Grèce, 7 points. Greece, 7 points. Les Pays-Bas, 8 points. Les Pays-Bas, 8 points. The Netherlands, van Luxemburg. 8 points. L'Irlande, 10 points. L'Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Et enfin pour la France, 12 points. Et la France, 12 points. Het is niet waar. France, 12 points. 12. Et ceci termine les points attribués par le jury Luxembourg. Luxembourg en Frankrijk. Merci beaucoup, bonsoir. We're now going to the United Kingdom. Good evening. May I have your points, please? Hello, Resultaten van Engeland. Good evening to all BBC London calling. Here I have the results of the United Kingdom jury. Italy, 1 point. Italy, 1 point. L'Italie, 1 point. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 points. Le Luxembourg, 2 points. Plastic Bertrand zal ontvolgd zijn. 3 points. Netherlands, 3 points. Les Pays-Bas, 3 points. Israel, 4 points. Israel, 4 points. Israël, 4 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. La Grèce, 5 points. Cyprus, 6 points. Cyprus, 6 points. Chypre, 6 points. Denmark, 7 points. Denmark, 7 points. Le Danemark, 7 points. Belgium, 8 points. Belgium, kijk eens 8 aan, van points. Engeland. La Belgique, maar ja, 8 points. Die zijn hoffelijk, hè, de Engelsen. Germany, 10 points. Germany, 10 points. L'Allemagne, 10 points. Duitsland komt terug opzetten. And Ireland, 12 points. Maar Ierland loopt and uit. Ireland, 12 points. Dat is gemeen. Ireland, 12 points. And that completes the point. Hij zit met een glaasje in zijn hand, Johnny Logan. Vanaf woensdag heeft hij geen alcohol meer gedronken, zegt hij. Alhoewel hij er anders goed mee weg kan. Après avoir jeté un petit coup d'œil sur le tableau, il semble que ce soit toujours l'Irlande. Bonsoir, pourrais-je avoir vos points, s'il vous plaît? Allô, Bruxelles, ici Paris. Voici le résultat du jury français. Irlande, 1 point. L'Irlande, 1 point. De Fransen gooien wat roet in het eten, ja. Yougoslavie, 2 points. Ja, dat is de omgekeerde wereld. Misschien hebben zij de punten anders geïnterpreteerd, misschien. La Suède, 3 points. Kijk, la Suède, de landen die Sweden, het bij de anderen goed doen, doen het hier net slecht. La Norvège, 4 points. La Norvège, 4 points. Norway, 4 points. Chypre, 5 points. Chypre, 5 points. Cyprus, 5 points. Totaal anders dan alle anderen. Allemagne, 6 points. L'Allemagne, 6 points. Germany, 6 points. La Grèce, 7 points. La Grèce, 7 points. Greece, 7 points. Le Danemark, 8 points. Le Danemark, 8 points. Denmark, 8 points. Israël, 10 points. Israël, 10 points. Pour Israël, Frankrijk. 10 points. Pays-Bas, 12 points. Et les Pays-Bas, recht op in de wind van Peter Koelewijn krijgt van de Fransen 12. The Netherlands, 12 points. Ze weten niet hoe ze het hebben van vreugde, ja. Bonsoir, Bruxelles. Bonsoir, Paris. Merci. Qu'à cela ne tienne. Nous allons appeler à présent l'Allemagne. Guten Abend, Deutschland. Bonsoir. Puis-je avoir vos points? Oui, bonsoir, Bruxelles. Ici Munich.
Voici les résultats du jury allemand. Résultaten van Finlande, 1 point. La Finlande, 1 point. Finland, 1 point. Portugal, 2 points. Le Portugal, 2 points. Portugal, 2 points. Chypre, 3 points. Chypre, 3 points. Cyprus, 3 points. Belgique, 4 points. La Belgique, 4 points. Belgium, 4 points. 4 maar voor België. La France, ik had toch beter 5 points. La France, 5 points. France, 5 points. Irlande, 6 points. L'Irlande, 6 points. Ireland, 6 points. La Norvège, 7 points. La Norvège, 7 points. Norway, 7 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Je merkt het, hè? Israël krijgt ofwel hoge of lage scoren. Islande, 10 points. L'Islande, 10 points. Iceland, 10 points. 10 van Duitsland. Et pour terminer, l'Italie avec 12 points. L'Italie, 12 points. 12 voor Italië. Italy, 12 points. Voilà, ceci clôture la liste des points attribués par le jury allemand. Bonsoir, Bruxelles. Merci, heeft. Au revoir. Mardi. Nous passons à présent à Chypre. Good evening, Cyprus. De resultaten van Cyprus nu. Can I have your points, please? Yes, here are the results of the Cyprus jury. Italy, 1 point. Italy, 1 point. Maar het is beter dan niks. Un point. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Le Royaume-Uni, 2 points. Norway, 3 points. Norway, 3 points. La Norvège, 3 points. Switzerland, 4 points. Switzerland, 4 points. La Suisse, 4 points. Belgium, 5 points. Belgium, 5 points. We scoren niet meer hoog, hè? La Belgique, 5 points. Germany, 6 points. Germany, 6 points. L'Allemagne, 6 points. Sweden, 7 points. Sweden, 7 points. La Suède, 7 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. L'Irlande, 8 points. Yugoslavia, 10 points. Yugoslavia, 10 points. La Yougoslavie, 10 points. And Greece, 12 points. And Greece, 12 points. Griekenland krijgt het La Grèce, 12 Cyprus. Points. And that completes the results Gaat of the Cyprus jury. Om... Good night, Brussels. Mm. Good night. Thank you. C'est toujours l'Irlande qui mène avec 137 points. Ja, het wordt een beetje eentonig, maar het blijft nog altijd Ierland aan de leiding. We shall call Finland now. Good evening, Finland. May I have your points, please? De vijf laatste landen geven nu hun punten. This is the Helsinki with the results of the Finnish jury. United Kingdom, 1 point. United Kingdom, 1 point. Le Royaume-Uni, 1 point. The Netherlands, 2 points. The Netherlands, 2 points. Les Pays-Bas, 2 points. Belgium, 3 points. Belgium, 3 points. La Belgique, 3 points. Italy, 4 points. Italy, 4 points. L'Italie, 4 points. Norway, 5 points. Norway, 5 points. En Turkije La nog Norvège, altijd geen enkel puntje. Points. Cyprus, 6 points. Cyprus, 6 points. Chypre, 6 points. Israel, 7 points. Israel, 7 points. Israël, 7 points. Denmark, 8 points. Denmark, 8 points. Le Danemark, 8 points. Germany, 10 points. 10 Germany, en 12 voor Ierland points. Zeker. L'Allemagne, 10 points. And Ireland, ja. 12 points. And Ireland, 12 Ik denk points. Dat we niet meer moeten twijfelen. Irlande, 12 points.
And that completes the vote from Helsinki. Thank you and good night. Thank you, Helsinki. Good night. Toujours en tête avec 149 points. La partie est serrée. Nous appelons à présent le Danemark. Good evening, Denmark. May I have your points, please? Bonsoir, Bruxelles. Good evening, Brussels. Copenhagen calling. Here are the results of the Danish jury. Switzerland, 1 point. Eén voor Zwitserland van Denemarken. Point. La Suisse, 1 point. Netherlands, 2 points. Netherlands, 2 points. Les Pays-Bas, 2 points. Norway, 3 points. Hey, meneer, ga Norway, zitten. 3 points. La Norvège, 3 points. United Kingdom, 4 points. The United Kingdom, 4 points. Le Royaume-Uni, 4 points. Ireland, 5 points. Ireland, 5 points. L'Irlande, 5 points. Greece, 6 points. Greece, 6 points. La Grèce, 6 points. Griekenland Sweden, houdt wat achterstand. 7 points. Sweden, 7 points. La Suède, 7 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavia, 8 points. Blijven het goed doen, maar we kunnen niet meer dreigen. Cyprus, 10 points. Cyprus, 10 points. Chypre, 10 points. And finally, Germany, 12 points. 12 voor Duitsland van Denemarken. Is it Germany, you said? Yeah. Yes, it was. Great. Germany, 12 points. L'Allemagne, 12 points. And that completes the points of the Danish jury. Bonsoir, Bruxelles. Bonsoir. Merci beaucoup. Thank you. Nous appelons à présent l'Irlande. Good evening, Ireland. May I have your points, please? Hello, Brussels. RT Dublin calling. Here are the results of the Irish jury. Yugoslavia, 1 point. Yugoslavia, 1 point. La Yougoslavie, 1 point. Norway, 2 points. Norway, 2 points. La Norvège, 2 points. United Kingdom, 3 points. The United Kingdom, 3 points. Le Royaume-Uni, 3 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Le Danemark, 4 points. Israel, 5 points. Israel, 5 points. Israël, 5 points. Netherlands, 6 points. Netherlands, 6 points. Les Pays-Bas, 6 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. Staat al klaar. L'Allemagne, 7 points. Cyprus, 8 points. Cyprus, 8 points. Chypre, 8 points. De Cyprioten zijn best gelukkig, hè? Black and white. I didn't hear. Ik ook niet. France, Frankrijk. 10. France, 10 points. La France, 10 points. En wie de 12? Italy, Italië. 12 points. And Italy, 12 points. L'Italie, 12 points. Heeft toch al 4 keer het maximum gehad? Raf en Humberto Tozzi die zich wel kostelijk amuseren. Maar thank die niet zoveel much. Geven om de uitslag, good denk night. Ik. Ach ja, ze la zijn in Italië toch aan de top. Toujours l'Irlande en tête avec 154 points. Ja, dat is al niet meer Yugoslavia. Good evening, Yugoslavia. May I have your points, please? Good evening, Brussels. Belgrade calling. Here are the results of the Yugoslav jury. Finland, 1 point. Finland, 1 point. La Finlande, 1 point. Finland, United Kingdom, eentje van Yugoslavia. 2 points. United Kingdom, 2 points. Le Royaume-Uni, 2 points. Switzerland, 3 points. Switzerland, 3 points. La Suisse, 3 points. Belgium, 4 points. Belgium, 4 points. La Belgique, 4 points. Van Joegoslavië, 5 points. Omdat we het gastland Greece, zijn, maar toch ook omdat het points. Liedje goed was. La Grèce, 5 points. Ireland, 6 points. Ireland, 6 points. L'Irlande, 6 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Netherlands, 8 points. Netherlands, 8 points.
Les Pays-Bas, 8 points. Cyprus, 10 points. Cyprus, 10 points. Chypre, 10 points. And finally, Italy, 12 points. And Italy, 12 points. L'Italie, 12 points. And that completes the points of the Yugoslav jury. Good night from Belgrade. Good night and thank you. Thank you very much. Duitsland tweede, Italië derde. Il nous reste un jury à appeler, le jury suisse. Et l'Irlande mène toujours avec 160 points. Bonsoir la Suisse, puis-je avoir vos points, s'il vous plaît? Allô Bruxelles, bonsoir Laszlo. Voici les résultats du jury suisse. Die gaan Allemagne, een beetje trekken dan. Un point. Allemagne, 1 point. Germany, 1 point. France, 2 points. La France, 2 points. France, 2 points. Zo, Zwitserland dan niks geven aan Turkije, dat die ook toch iets hebben. Denemarken, 3 points. Denmark, 3 points. Chypre, 4 points. Chypre, 4 points. Cyprus, 4 points. Royaume-Uni, 5 points. Le Royaume-Uni, 5 points. The United Kingdom, 5 points. Norvège, 6 points. La Norvège, 6 points. Norway, 6 points. Italie, 7 points. L'Italie, 7 points. Italy, 7 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. En België? Pays-Bas, 10 points. Les Pays-Bas, 10 points. The Netherlands, 10 points. Et l'Irlande, 12 points. Et l'Irlande, 12 points. Voilà. Ireland, 12 points. Maar dat wist wel een tijdje, hè? Victor, qui termine de hostesse vliegt jullie lopen om de hals. Merci, Assis, merci. Vreugde en ontgoocheling. Het vaste scenario elk jaar. Johnny Logan kust zijn chef van de Ierse televisie die niet van zijn zijde. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le grand vainqueur de ce soir de l'Eurovision 87 est l'Irlande. Johnny Logan wint voor de tweede keer in het in de geschiedenis van het Eurovision Songfestival. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En ik moet wel even een dikke merci zeggen aan Freddy Michiels en zijn team, afkomstig uit onze streek uit Bilzen, die het scorebord perfect hebben laten functioneren. Pour remettre le trophée. En nu krijgen we de trofee. Dat wordt een kristal van Val Saint-Lambert. Pour remettre le trophée au gagnant de ce soir, nous allons appeler sur le plateau celle que tout le monde attend, la gagnante de l'année dernière, Sandra Kim. En Sandra Kim mag de prijs overhandigen. Zij kreeg vorig jaar een trofee mee van Bergkristal uit het Bergen. J'aime, j'aime la vie. En ze heeft bewezen dat ze geen eendagsvlieg is, want we hebben haar hier ook diverse keren zien optreden. En ze gedraagt zich echt als een artieste. Bonsoir Sandra, comment te sens-tu un an après sur la scène de l'Eurovision? Très très bien, je suis très très heureuse d'être ici ce soir dans ce fabuleux décor, ça me rappelle de merveilleux souvenirs. J'en suis sûre, ils ont mis tous les moyens, c'est superbe ici ce un soir. Un compliment pour alors Sandra, mais nous allons appeler pour le, décor, le althans, compositeur et l'interprète de la chanson de ce soir, puisque les deux ne font qu'un. Il s'agit bien entendu de Johnny Logan. En hier komt hij dan, de winnaar van het 32e Eurovisie Songfestival hier in Brussel. De Ier, Johnny Logan. Schreef de tekst voor het liedje Hold Me Now. Componist is Bill Whelan. En dat was ook de componist van What's Another Year. That's great, fantastic. Je crois qu'on peut... En daar ziet u de piramide in kristal, die overhandigd wordt door Sandra Kim. Je crois qu'on peut lui remettre Johnny Logan. Le trophée, puisque c'est le seul. Il n'y a pas d'auteur, pas de compositeur. Et c'est la première fois depuis l'histoire de l'Eurovision.
Bravo. En ook het Ierse achtergrondkoortje wordt betrokken in de feestvreugde. Johnny Logan gaat het orkest even bedanken en zijn dirigent. Mesdames et messieurs. Merveilleux. Mesdames et messieurs, on n'imaginait pas un concours sans fleurs. Et elles sont tellement mignonnes. C'est la surprise de ce soir, en fait. Elles sont tellement mignonnes. Je vais appeler sur le plateau les jeunes élèves du Conservatoire de la Danse. Hier komen leerlingen van de dansschool, van het conservatorium, met de bloemetjes. Mooi tafereel. Maar die ouders zullen trots zijn. En de bloemen voor de overwinnaar. En niet voor Sandra, maar die krijgt ze zelfs wel. De Garfield-pop van de oudste zoon van Johnny Logan heeft hem dan toch nog geluk gebracht. Maar hij geloofde er ook echt in. Hij sprak het wel niet uit, maar hij heeft mij verschillende keren gezegd: hoe doe je denken? Wat denk je? Zal ik het halen? Het scheen voor hem toch heel belangrijk te zijn, alhoewel je zou denken, God, hij heeft al één keer gewonnen. Dat was dan wel in 1980 in Den Haag. Dan waren er 19 deelnemende landen, nu 22. Maar hij heeft het heel sterk gebracht, een persoonlijkheid alleszins. Johnny Logan. Mesdames et messieurs, l'Eurovision a une fois de plus récompensé le talent et la créativité. Alors, tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est une longue vie. Dommage, c'est fini pour aujourd'hui, mais peut-être à bientôt. Ladies and gentlemen, thank you for spending this wonderful night with us. We bedanken jou, and maybe Victor. See you soon. Meine Damen und Herren, guten Abend und vielleicht bis bald. Dames en heren, goedenavond. Dank u vriendelijk voor uw aandacht. Bye bye. Malheureusement, c'est la fin. Nous avons passé un merveilleux moment avec vous. Merci mille fois et au revoir. Ze heeft het prima gedaan. Victor Laszlo, de presentatrice van. I still love you, Ireland. Don't close your heart to how you feel. And dream, and don't be afraid the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, and touch me the way you used to do. Oh, I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. Forever in love. Come on, Ireland. What do you say when words are not enough? Time will be kind once we're apart. And your tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on and hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now and try to understand that I hope at last you found what you've been searching for.
What do you say when words are not enough? Thank God. What can I say when my words are not enough? I can't sing anymore, thank you. Hij kan het niet meer, zegt hij. Schitterend. Johnny Logan, ik dacht wel, verdiend gewonnen. En als alles volgens afspraak blijft, dan is morgen Johnny Logan in Antwerpen voor een optreden op de Meer samen met Lilian Saint-Pierre in levende lijven. Maar ja, na zo'n overwinning weet je maar nooit of al die afspraken kunnen nagekomen worden. Ierland wint voor de derde keer in 1970 met Dana, 1980 met Johnny Logan en 1987 opnieuw met Johnny Logan. Het publiek is eensgezind. Ik hoop u thuis ook en ik hoop dat u een fijne televisieavond er aan overgehouden hebt. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Proficiat RTBF met de organisatie. En misschien tot volgend jaar in Ierland. En everybody else to give us 12 and 10 and 6 and 5. Thank you. After, you can see it.